Wie de beeldentuin van het Museum Jan Hessenshuis in Schaarne deze week bezocht, trof een wel heel bijzondere situatie aan. Niet alleen kon men de beelden van beeldhouwer Maarten Luik bezichtigen, maar de beeldhouwer gaf ook een rondleiding en een toelichting op de beelden. En was daarbij zelf aan het hakken. Een nieuw initiatief van het museum. Nou, wij zijn eigenlijk van plan om wat meer van dit soort activiteiten die wel aansluiten bij een expositie, maar die wat tijdelijker zijn. Dus een keer een lezing of een keer een demonstratie of dat soort dingen te gaan organiseren. Om wat meer levendigheid in onze museale activiteiten te brengen. En dat is gelukt met het binnenhalen van beeldhouwer Maarten Luik. Als geen ander kan hij smakelijk vertellen over het tot stand komen van zijn beelden. Hij noemt zich ook dan niet voor niets een storyteller. Zijn beelden hebben een verhaal. En de meeste verhalen komen uit zijn rijke fantasie of zijn uit de duim gezogen, zoals ze zelf vertelt. Dit beeld heet Het verliefde meisje. Dit is een meisje op een gegeven moment die zit in een schommel die aan een boom hangt. Ze heeft liefdesverdriet. De grote liefde is voorbij. Ze kijkt naar de boom die ze destijds samen onder gezeten hebben en daar zit een hartje in gekrast door haar vriend. Rood geverfd uit liefde, maar de vriend zelf is niet meer aanwezig. En op een gegeven moment, de moraal van het verhaal is op een gegeven moment die boom, langzaam is die schors weer aan het groeien. Die zal over het hartje heen groeien. En ze met de achterliggende gedachte is eigenlijk van tijd heelt alle wonden. Hè. Je kunt op een gegeven moment nog zo erg verliefd zijn geweest en verdriet hebben. Maar op een gegeven moment alles gaat voorbij, op zich wordt het allemaal weer een keer goed getrokken. Maarten Luik is autodidact en heeft zichzelf het meeste aangeleerd. Zijn beelden zijn vaak mystiek en hebben de natuur en haar wezens als bron, waarbij dieren als de raaf en uil vaak worden uitgebeeld. Ik hou van de mythologische verhalen, de oude vertelsels van bij de natuurvolkeren, de goden met hun raven. Dat zijn voor mij inspiratiebronnen om... Mee te werken en met beeldhouden. Dit beeld heet de zes kouklumpjes. En de zes kouklumpjes zijn dus op een gegeven moment die figuurtjes die daar zitten. En dit is het raafje wat in mijn beelden heel vaak weer terugkomt. Het verhaal is eigenlijk als volgens op een gegeven moment, heel lang geleden op een gegeven moment, de mensen waren op aarde en die hadden het altijd of te koud of te warm. Het was in ieder geval niet gauw goed. En op een gegeven moment de goden, die hadden op een gegeven moment zo tegen elkaar zo, nou, ze kunnen maar wat, die mensen met al dat geklaag. Ze bekijken het maar. Maar het raafje had medelijden met de mensen en die heeft dan op een gegeven moment een vuurtje gestolen uit het vuur van de goden en naar de aarde toegebracht. En sindsdien hebben de mensen dus weer vuur. He, dus zij hoefden er eigenlijk niet meer zo warm te kleden, tevreden. Maar de goden waren kwaad op een gegeven moment dat de raafje dat gedaan had. En het raafje was vroeger wit. En toen hebben ze tegen de raaf gezegd van, vriend, je bent fout geweest, vanaf nu ben je zwart. En sindsdien is de raaf zwart. Hoe bijzonder is het om de kunstenaar te ontmoeten hier? Dat is heel leuk. Nou zie je tenminste eens hoe een beeld ontstaat. Want je ziet een eindresultaat, maar hij kan vertellen hoe het tot stand komt. Dat is heel leuk. Dan kun je alles zien wat hij dan aan het doen is. Gaat allemaal prima wat hij allemaal laat zien. Wat hij allemaal heeft gemaakt. Dat is heel leuk om te zien. Hij vertelt met heel veel fantasie. Dus het ziet er hartstikke leuk uit. Momenteel staan mijn beelden in het Jan Heester Museum in Schijndel. Daar staan ze nog tot 28 augustus, staan ze in de beeldentuin. Daar zijn dus een groot aantal beelden van me te zien. En dan heb ik thuis natuurlijk wat beelden staan die eigenlijk niet zo geschikt zijn om buiten neer te zetten.